Elsdorp hield coöperatie Zonnedak van de Wetering een ledenbijeenkomst. Wat blijkt, de opwerking van de energie middels dit Zonnedak bij Van de Wetering werd al meteen een enorm succes. En ik kan zeggen dat we gewoon top gedraaid hebben, maar het zal je niet verbazen natuurlijk met een zonnejaar net nu. Hè? Want we hebben toch echt een super jaar gehad. Maar dan nog, zeg ik, voor de mensen die deelgenomen hebben, eigenlijk een gouden zet gedaan. Hè? Want de plus is ruim 30% ten opzichte van begroot, hè? Qua opwekking energie. En dat je op die manier ook weer de terugverdientijd, dat we bijna, ik heb zo berekend, ongeveer 4 maanden korter kunt realiseren, alleen al door 1 jaar draaien en een gunstig zonnejaar. Inmiddels ben ik ook betrokken bij de koplopersgroep in Gemert-Bagel, koplopersgroep. Daar hebben we ook al een lijf van 30 mensen staan, zeg maar, die geïnteresseerd zijn in de postcode-roos. In Elsdorp heb ik een lijstje staan. We hebben momenteel een dak op het oog waar we een business case gaan maken om in Elsdorp om te kijken of we nou een tweede postcode-roos kunnen maken hier. Gaat het niet lukken, gaan we natuurlijk nog verder kijken. Ook in de RIPS en in Meelezen ligt een postcode roos. Voor Gemert-Bagel begrippen is dat natuurlijk heel uniek dat je er al 3 hebt, nou in vrij kort begrip. En het stopt zeker niet, want de interesse is behoorlijk groot, kan ik je wel vertellen. Daarbij komt natuurlijk ook dat we hier nog een VAP-gebied hebben, vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Waar mogelijk ook locaties komen die super geschikt zijn om zonnedaken te realiseren. En het zal gewoon moeten, want we hebben hier eigenlijk bijna geen andere mogelijkheden om de alternatieve energie op te wekken. Nou, ik denk dat er alles bij elkaar heel goede plannen zijn, die wij natuurlijk in gezamenlijkheid vanuit Energiek Elsdorp, waar wij op dit moment sinds maart 2017 vallen onder coöperatie Elsdorp. Ik vind het altijd heel mooi om te vertellen als ik ergens ben, coöperatie Elsdorp, wat we allemaal kunnen doen op die manier. Het is heel breed, maar één van de onderdelen is Energiek Elsdorp. Wij houden ook ons in de breedste, in de zin van het woord, bezig met duurzaamheid. En dat is natuurlijk veel meer dan energie.